goedheid voor het oprapen. Dat boek wilde geschreven worden, omdat ik vind en omdat ik zie dat er veel goedheid gebeurt in onze samenleving. Ik werk met veel jonge mensen en merk aan hen dat ze zich erg ontmoedigd voelen in deze tijd van crisis op crisis. En dat ze zeggen, ja, hoe hou ik nou de moed om te leven erin? En dan denk ik, ja, het is waar dat er veel crisis gebeuren en daar kunnen we het over hebben, maar daar is al heel veel over geschreven. Er gebeurt ook veel goedheid. En dat zie ik in het centrum waar ik werk. Ik zie het op een heleboel plekken. Dus een van de plekken waar ik dat zie, dat noem ik de derde plek. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat is een Amerikaanse begrip uit de sociologie. Een derde plek, dat zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, die niet noodzakelijk vanwege werk of vanwege het feit dat ze bij elkaar wonen, elkaar zien. De eerste plek, dat is het huis waar je woont. Misschien met mensen. De tweede plek, dat is de plek waar je je werk hebt of je taken hebt. En de derde plek, en ik vind dat zo'n leuk begrip, dat is de plek dus waar mensen elkaar ontmoeten en iets met elkaar delen. En dat hoeft niet noodzakelijk een vriendschap te zijn, maar dat kan van alles zijn. Dat is bijvoorbeeld bij ons in Woerden de tuk-tuk van Marlies. Zij heeft een koffietuk-tuk bij de uitgang van het station. Daar kun je koffie halen. Nou, er zijn reizigers die snel langslopen en even een kop koffie halen. Maar er zijn ook mensen uit de buurt. Ik sprak een mevrouw, ik heb daar eens een poosje staan kijken. En dan is er een mevrouw die zegt, ja, ik heb pas mijn man verloren. Ik heb eigenlijk geen zin om mijn bed uit te komen. Maar dan denk ik, kom op, je bed uit, ga een kopje koffie halen bij Marlies. En dan ontmoet je wel weer mensen en dan is mijn dag op gang. Nou, dat is een voorbeeld van een derde plek. Een ander voorbeeld is, en dat lees je in de kranten of je ziet het op andere manieren, dat mensen zien dat in hun dorp de laatste supermarkt verdwijnt. En dat is niet goed. Die supermarkten die zijn nodig, niet alleen om je boodschappen te halen, maar ook omdat daar de praatjes even gehouden worden. Wat gebeurt er op het dorp? Heb je dit gehoord? Heb je dat gehoord? Daar gebeurt wat samenhang tussen mensen. En dan zie je dat er allerlei dorpsgenoten zijn die zeggen, wij maken ons er sterk voor dat dit blijft, want dit is een belangrijke plek voor ons, een gemeenschappelijke plek, een derde plek. En als de koning dan in zijn reden zegt, er moet weer wat geld beschikbaar komen voor bibliotheken, dat zijn ook derde plekken, plekken waar mensen elkaar even ontmoeten, kopje koffie kunnen drinken. En dat zijn plekken dus waar goedheid gebeurt. En als je één keer dit begrip, de derde plek, hebt opgeslagen, dan zie je het overal gebeuren. En dat zijn plekken waar iets van liefde gebeurt, iets van hoop gebeurt, iets van samenhang is, gemeenschappelijkheid. En dat is goed voor je ziel om daarop gewezen te worden of jezelf erop te wijzen. Nou, daar onder andere gaat het boek over.